Dag lieve mensen. We gaan vandaag weer een yoga flow doen. Ik ben Zoe. Sommigen kennen mij misschien, sommigen niet. Dus vandaag lekker yoga. Er zit wel wat beweging in, best voorzichtig. Sommige houdingen zullen misschien niet helemaal bij je passen. Neem dan een iets minder intense houding. Ik zal wat opties geven hier en daar. Kom lekker met mij mee. Als je wil, ga je met gekruiste enkels zitten. Voel je dat er wat meer ruimte is, dan kun je wat verder openen. En je mag eventueel ook naar een halve of een hele lange houding. Dan leg dan je polsen neer op je knieën, gesloten handen of open, ook dat is aan jou de keus. En strek jezelf lang en op. Denk maar eens met dat kruintje bovenop je hoofd helemaal omhoog naar het plafond. Tel die schouders nog een keer mee omhoog op. En laat ze dan rustig zinken naar laag. Ontspan die schouders en laat je elleboog aan. Adem dan rustig in en uit door je neus. Of als dat prettiger is, doe je dat door je mond. Ruime, diepe inademing. En als je wil, gebruik je een hand. En voel dan dat je inademend je borst lift. En ook weer uit. Voel dan dat je adem naar dieper omlaag komt naar de ribben. Als je wil, leg je je handen erop op adem in. En uit. Voel dat je nog dieper kunt ademen, ook naar de buik. Adem in en voel de buik uitzetten. Als je wil, leg je dan de hand erop. En uit. Maak die ruime, diepe inademing naar de buik. In. Als je wil, neem je een focuspunt voor je, of je sluit misschien je ogen. Adem in en uit door je neus of door je mond, dan word je bewust van die adem. Voel je adem binnenkomen langs je neus of langs je mond. Ruim diep in. En ook weer uit. Merk dan wanneer je blijft concentreren op je adem, dat die adem steeds rustiger wordt. Steeds regelmatiger. In en uit. Diepe inademing omlaag naar de buik. En ook weer uit. En dan nog een keer diep in en naar de buik. Voel nu op een uitademing dat de buik naar binnen komt. Misschien voel je dat je zachtjes de navel in kunt trekken. En wij spannen licht de buikspieren aan. Dat gaan we straks gebruiken. Doe dit nog een keer. Adem in. En uitademen, trek die navel zacht naar binnen en voel dat de buikspieren licht aanspannen. In. En uit. Trek die navel in. Inademend. Nu op een uitademing plaats je handen samen voor je hart en breng je kin laag. Inademend til je hoofd op. Breng je armen mee hoog. Kijk op naar je duimen. En uitademend open de armen naar zij en breng ze laag. Inademend, neem je rechterhand. Strek mee lang en overlangs. En adem uit, kom terug omhoog. Wissel van kant. Linkerarm. Adem in, strek. Kom die zijkant openen en adem uit, kom terug naar het midden. Inademend, overlangs, strek.
Adem uit, kom terug naar het midden. En adem in, strek mee over langs. En adem uit, kom terug naar het midden. Adem in, strek over langs. En terug naar het midden. En adem in, strek over langs. En adem uit, kom terug en naar het midden. Breng de armen tot zij. Draai je rechterhand naar voor, links naar achter. En terug weer naar het midden. En draai je linkerhand naar voren, rechts naar achter. En terug naar het midden. En draai rechterhand naar voren. En terug naar het midden. En draai linkerhand naar voren. En terug naar het midden. En draai rechts naar voren. En terug naar het midden. En draai links naar voren. Kom dan terug en in het midden. Breng de armen laag. Mooi. Rol over de knieën. En kom op handen en knieën. Zet je knieën neer recht onder de heupen. Handen recht onder de schouders. Spreid de vingers. Zet de hand stevig neer op de grond. Rechts en links. Dan maak je inademend een mooie lange rug. Trek de schouders bij de oren vandaan. En uitademend curve rond en boel je de rug. Trek je je navel in. En laat je hoofd hangen. Inademend, maak een mooie lange rug. En als je voelt dat er ruimte is, til je mee op. Kijk je mee naar voren. Adem uit, curve rond en bol je rug. Trek je navel in. Inademend, strek mee lang en uit. En kijk mee op. Adem uit, curve rond en bol je rug. Inademend, strek lang en uit. En kijk mee op. Adem uit, curve rond en bol. Inademend, strek mee lang uit. Op. Adem uit, curve rond en bol. En inademend, strek mee lang uit. En op. Dan maak je een mooie lange rug in het midden. Loop de handen dan verder uit naar voren. Probeer de billen boven de knieën te houden. En leg je handen ver weg voor je neer. Zink dan mee omlaag. Als je wil, leg je voorhand neer op de grond. Dat hoeft uiteraard niet. Je kunt ook wat hoger blijven. En voel je de schouders en de borst openen. Adem daarom nu naartoe. Dus adem wat hoger richting de borst. En adem. Inadem naar richting de borst. Adem in, loop zacht naar achter toe. Laat je billen achterop zinken. Curve rond en bol die schouders. Laat ze rustig over de knieën naar laag komen. Waarschijnlijk voel je wat stretch tussen de schouderbladen. Child pose. Adem diep in naar tussen de schouderbladen. Het kan zijn dat je daar dan wat stretch voelt. En adem uit. Voel jezelf dat terug omhoog op, nu je stuitje laag. Schouders naar achter. Roll. Roll die schouders naar achter. Kom dan terug op je handen en je knieën. Doe je handen stevig in de grond. En stap hem dan uit naar een planke positie. Met je rechter en je linkervoet ver weg. Nu je heel naar achter, rechts en links. Dan kom stevig staan. Beginnend aan de les. We gaan nog oefenen met die navel intrekken. Dus trek nu zachtjes die navel in naar binnen. Daarmee spannen lichte buikspieren aan. In. En op een uitademing doe je beide handen vandaan. En dan komen je billen omhoog. Doe je billen op naar het plafond. En laat dan de hele zinken naar laag. Tilde jullie weer op. En laat ze zinken naar laag. En tilde jullie weer op. En laat ze zinken naar laag.
En chill. Laag. Chill. En laag. Chill de hielen. Voel die achterkant strekken. Uitademend. Kijk je schuin voor tussen de handen. En loop naar voren. Zet je voeten neer. Plaats de handen op de enkels. Schenen. Misschien naast de voeten en adem in. Verleng de rug. Strek op en uit. Uitademend. Breng je hoofd laag. Inademend. Strek weer de rug. Kijk mee schuin. En uit. Breng je hoofd laag. Inademend. Strek mee op. Hou die lange sterke rug. Van daaruit til je op. Cirkel de armen via zijn mee hoog. Uitademend breng je handen voor je hart laag. Stap je voeten samen, zodat je grote tenen tegen elkaar zijn aan de voorkant van je handdoek of je mat. Inademend strek lang en uitademend buig vanuit het bekken naar voren. Kijk waar je handen landen, schenen, enkels of naast de voeten. Adem in, kijk schuin. Stap met je linkervoet naar achter. En met de rechts erbij, we gaan weer door naar die plankpositie. Plaats als je wil de knieën. Buig de elleboog en laat ze langs je glijden. Leg je borst neer. Leg je buik neer. Rol je schouders bij de oren vandaan. Adem in. Adem uit. Laag terug. Navel in. Over de knieën. Krul de tenen onder je. Lift je billen hoog. En duw dan de hielen laag. En hou ze zo laag mogelijk. Ze hoeven de grond niet te raken. Misschien juist niet, want dat geeft nog ruimte om de achterkant verder op te strekken. Adem in, duw bij je handen vandaan, je zitbotten omhoog, je stuitje omhoog. Adem uit. In en uit. In en op de volgende uitademing kijk je schuin voor. Meerdere kleine of één grote stap. Naar voren, zet weer de voeten samen, adem in. Kijk schuin op. Uitbreng je hoofd laag. Inademend til je hoofd met cirkelarmen via zij. Adem uit, breng je handen voor je hart. Heel lang. Adem uit, buig vanuit je bekken naar voren. Inademend, kijk schuin op. Stap met je linker. En met je rechtervoet naar achter. Plankpositie. Plaats als je wil de knieën. Of kom laag als een plank. Leg je borst neer, leg je buik neer. Rol de schouders weg, adem in. Til. Adem uit, trek je navel in. Over de knieën. En lift je billen hoog. Hielen laag. Ook hier weer. Doe de handen stevig in de grond. En adem uit. Doe je zitbotten. Je stuit omhoog. Zorg ervoor dat je nek los is. Dat je hoofd los naar beneden hangt. Dat je niet gaat tillen en gaat krampen. Maak die mooie lange lijn. In. En op een uitademing kijk schuin voor. Meerdere kleine. Eén grote stap. Inademend. En adem uit, breng je hoofd laag. In, til je hoofd. Lange sterke rug. Cirkel de armen via zij om. Adem uit. Inademen lang. Adem uit, kom over de benen heel laag. Adem in, kijk schuin op. Stap links en rechts naar achter. Hoge plank. Als je wil, zet je de knieën neer. Lage plank. Je mag ook vlak boven de grond stil blijven. Til je op. Lift het bekken en de knieën los van de grond. En doe je schouders laag in. En adem uit. Je kunt over de tenen rollen. En dan breng je de billen hoog. In de lucht. Handen in de grond. Lift. Hielen laag. Adem in. Vergeet niet te blijven ademen. Span de nek. In en uitademend, kijk schuin voor.
meerdere kleine of één grote stap. Strek laag. Adem uit, breng je hoofd laag. Inademen, til je hoofd en cirkel je arm via zij mee hoger. Adem uit, breng je handen samen. Voor je hart. Stap je voeten dan. Op huidbreedte. Inademend, strek lang. En uitademend, kom over de benen heel laag. Nu laat je handen achterop glijden over de benen heen, helemaal naar de enkels toe. Inademend, strek. Kijk nog een keer mee schuimen. En uitademend, buig diep. Als je wil, zet je de handen op de schenen, de enkels of misschien naast de voeten. Met je hoofd hangen. Span de nek. Ontspan de schouders. Inademend, lift weer je hoofd. Breng nu je linkerhand naar je rechter enkel. En als dat te ver te diep is, zet je hem aan de buitenkant van je scheen. En dan draai je over met je rechterhand op richting het plafond. Haal beide benen gestrekt. Of als ze gebogen zijn, evenveel gebogen. Zodat je bekken ook mooi recht blijft. Strek en draai. Kijk mee naar de zijkant. Of misschien wel omhoog richting het plafond. Adem in, reik met die vingers omhoog. En uit. In en op een uitademing breng je hand terug laag. Ga je met je rechterhand naar je linker enkel. Met je linkerhand omhoog. Strek hem op. Adem in. Reik met die vingers omhoog. En adem. Terug laag. Plaats je handen weer op de enkels, op de scheen of naast de voeten. Inademend. Uitademend. Breng nog een keer je hoofd diep en laag in het midden. En dan til je hem op. Cirkel de armen weer via zij. En sluit dan de voeten weer samen vooraan. Inademend. Lang. Adem uit. Open. Buig over het bekken heen en voor. Adem in. Kijk schuin. Stap links en rechts naar achter. In die hoge plank, als je wilt, plaats je de knieën. Lage plank. In op. Adem uit, breng de billen hoog. Nu neem je je rechtervoet, daar stap je mee naar voren. Naar de binnenkant van je rechterhand. Je linkerhiel laat je schuin wegzinken laag. Je brengt beide handen hoog op. Plaats of tegen elkaar, sommige mensen vinden het prettig om de handen ineen te strengen, dan mag. Raak en zink dan diep en in. Adem in, strek op. En adem uit. In lang. En op een uitademing kom je laag. Plaats je handen, stap met je rechtervoet door naar achter, doe de billen hoog. Stap met je linkervoet naar voren. Binnenkant linkerhand, rechterhiel gaat schuin weg. Adem in, lang en op. Handen tegen elkaar, of je strekt met de vingers ineen. En bezink diep in. Buig je voorste knie. Blijf je voet, je hiel achter, naar de grond toe duwen. In lang en uit, handen laag, stap door, lift de billen hoog, adem in, uitadem met de hielen laag, kijk schuin voor, stap of loop naar voren, strek lang weg, adem uit, breng je hoofd laag, inadem en til als eerste je hoofd, cirkel je armen mee hoog op, en adem uit, breng je handen voor je hart, buig de knieën. Doe je billen achterop. Blijf hier staan. Stoelhouding. Wil je hem wat intenser? Strek je de armen uit.
Adem in, strek. En uitademend strek je de benen en over gestrekte benen heen kom je laag. Adem in, kijk schuin. Uitademend stap links en rechts naar achter. Weer in die hoge plank. Lage plank. Uitademend, duw de hielen laag, handen stevig naar de grond. Stap dan, inadem met je rechtervoet, daarvoor, linkerhiel gaat schuin laag. Inademend, strek lang op. En uitademend, open je de achterste hiel, draai mee. Aanhaal de houding, twee. Voorste knie en enkels zijn boven elkaar. Wat soms iets helpt is even de hielen los te tillen van de grond. En dan heb je ruimte in te zinken. Dan plaats je hem terug. Fijn is hier de navel iets in te trekken. Kijk maar over de vingers mee naar voren. Adem in en uit. Rijk voor. Cirkel door. Stap naar achter, doe je billen hoog. Stap dan met de linkervoet naar voren. Rechterhiel laag. Inademend, op. En nu draai je open. Je achterste voet draai mee. Randje, kleine teen, doe je naar de grond. En dan zinken we in. Adem in. Kijk maar over je vingers naar voren. Inadem het rijk voor. Cirkel door. Stap naar achter, doe je billen hoog. Inademend. Uitgaan de hielen laag. Kijk schuin voor tussen de handen. Stap of loop naar voren. En hier kruis je de enkels. En kom je tot je zit. Strek je benen dan lang voor je uit. Flex je voeten. Je grote tenen wijzen omhoog. Strek lang uit en op. Kom dan over de benen heen laag. Laat als eerste je buik laag komen dan je borst. Je hoofd wijst naar voren richting je grote tenen. Je kunt je handen om de voeten heen slaan. De enkels plaatsen op de schenen. Of gewoon naast de benen. Strek lang uit en weg. En verdiep omlaag. Uitademend, til je hoofd. Inademend, strek de armen mee hoog op. Omhoog. Adem uit, cirkel de armen via zijlaag. Neem je rechterknie mee op. Buig. En dan leg je je knie open naar zij. En dan plaats je je rechtervoet zo hoog mogelijk aan de binnenkant van je linkerbeen. Adem in, lang op. En adem uit, kom over je been heen laag. Dan zorg ervoor dat je in het midden blijft. Leg je rechterhand maar aan de grond. Links kan op de voet zijn of ook ernaast. Dan zink omlaag en dan komt je neus aan de binnenkant van je linkerknie omlaag. Uitadem en til je hoofd. Inadem het lift erop. En uitademen, breng je rechterbeen weer bij je vandaan. Links, buig, zet je voet neer. Open de knie naar zij. Strek lang en adem in. Adem uit, kom over je benen heel laag. Hier, plaats je rechterhand bij de voet. Scheen. Daarnaast en links op aan de grond. Dan kom diep omlaag en dan komt je neus dus aan de binnenkant van je rechterknie omlaag. Uitademen, til je hoofd.
Inademt wat langer. En uit, een stukje benen weg. Haal je knieën dan naar je toe. Lift je borst. En til je benen op. Handen kunnen prima aan de knieholtes zijn. Til en lift. Het is eigenlijk een balans zit. We noemen het maar wel de boot. Yoga. De arm wat uitstrekken. Misschien wil je mee opstrekken. Adem in en uit. Als de handen en de knieën zo prima. En als de voeten ietsje lager zijn, is het ook goed. Plaats dan de voeten terug aan de grond. Knieën zijn gebogen. Dan rol je jezelf van daaruit af naar laag. Als je laag bent, zorg ervoor dat je handen net even je hielen kunnen raken met je voeten. Dat ze met de grote tenen naar elkaar toe gedraaid zijn. En de voeten niet te veel breder staan dan de billen. Nou, nu je onderrug over de grond. Dan til je het bekken. Je kunt hier prima stoppen op de schouderbladen. Dan ben je iets minder hoog. Maar het bekken is wel gelift. En voor de mensen die dat willen, die liften hem verder door. En de schouders onder je. Staan wel de vingers onder je in. Til. Kom je echt naar op de schouders. En dan de schouders weer onder je vandaan. Plat neer en rol jezelf rustig wervel voor wervel af. Naar omlaag. Trek de knie op. Steek de voeten op in de lucht. In deze laatste moet je wel iets ruimte hebben. Handen kunnen aan de buitenkant zijn. Open de benen zijn. Ondersteun aan de buitenkant. Voor zover als dat voor jou gaat. Maar voor de mensen die extra stretch willen, leg de handen aan de binnenkant. Mee kunt helpen aan de stretch. Breng je handen weer aan de buitenkant en breng de benen samen. Buig de knieën. Trek ze naar je toe. Handen kunnen hier in de knieholtes zijn, optie 1. Je legt ze over de enkels, optie 2. Misschien wel over de buitenhanden van de voeten, optie 3. Breng dan de knieën naar je toe. Richting je oksels. Leg je hoofd neer, je stuitjes in je laag. Want ook dan noemen we een happy baby pose. En als je een beetje heen en weer wil wiegen, zachtjes je rug wil masseren, dan kan dat. Doe dat gerust. Willen zou je hier prima achteraan jezelf uit kunnen strekken. Savasana. Dan komen we tot een ontspannen houding. Waar je je voeten en je benen open laat rollen vanuit het bekken. Je armen naast je neerlegt en je schouders mooi breed neerlegt aan de grond. Ga je handpalmen omhoog. Maak jezelf helemaal mooi en lang. Verleng ook de nek. Een beetje alsof je je kin naar je toe haalt. Als je zou willen, zou dit een prima einde van deze yoga flow kunnen zijn om over te gaan naar een stuk meditatie, ontspanning, als je dat zelf nog daarachteraan wilt doen. Sluiten. Nu trek ik mijn knieën weer naar me toe. Maak ik mezelf even klein. Als je wil afsluiten aan deze les, ga jezelf dan op je rechterzij. En kom omhoog tot je weer zit. Kruis aan je enkels. Neem een
volledig opendiep, eventueel een half of een hele lotushouding. Via zijmee hangen. En op een uitademing. En je duimen in je voorhand. En je handen voor je arms. Dank jullie wel voor de les, lieve mensen.